Dit is het fossiel van de enige Neandertaler van Nederland. In 2001 opgevist voor de kust van Zeeland. Een heel klein stuk met een hele karakteristieke dikke wenkbrauwboog. Maar zou het niet gaaf zijn om deze Neandertaler, de oudste Nederlander, in de ogen te kunnen kijken? Dus je hebt eigenlijk dit stuk om mee te beginnen. En dan moet je daar eigenlijk een complete Neandertaler van maken. Dus, ja, hoe doe je het? Ja, het is wel een heel mooi, het is een heel markant stuk gelukkig. Want het is een stuk met een hele dikke wenkbrauwboog. En zulke dikke ronde wenkbrauwbogen hebben eigenlijk alleen maar Neandertalers. En gelukkig zijn er in Europa veel meer Neandertalers gevonden. Dus dit is bijvoorbeeld een voorbeeld, een afgietsel die we in onze collectie hebben van La Chapelle Neandertaler uit Frankrijk. En je ziet hier dat hij een vergelijkbaar hele dikke wenkbrauwboog heeft. Met hier een deuk erin. Ja. En hier bolt hij weer op. Dus het is heel erg vergelijkbaar. Hij komt heel goed overheen. Eigenlijk. Ja, dus je weet zeker ongeveer, dit is ongeveer de anatomie van de schedel die Krijn ook gehad heeft. Ja. Nou, hier zie je heel duidelijk een verschil tussen een Neandertaler en een Homo sapiens. Als eerste wat je ziet is het voorhoofd. Je hebt een heel bol wij hebben een heel bol voorhoofd. En die andere taal heeft een heel veel platte voorhoofd. Met hele grote wenkbrauwbogen hier. Een beetje als een chimpansee. En hij heeft gewoon een glad voorhoofd. Het hele middengezicht is helemaal naar voren getrokken. Ze lijkt een hele grote neus te hebben. Maar dat is niet zo. Hij heeft heel de middengezicht naar voren getrokken. Dat is typisch een Neandertaler kenmerk. Maar dan weten we dat Krijn waarschijnlijk een jong individu was. Ja, en helaas is dit een oud individu. Maar gelukkig hebben we in onze collectie ook onderdelen, stukken van Neandertalers, maar van jongere individuen. Bijvoorbeeld dit stuk. Dit is van uit Joegoslavië. Dit is ook een Neandertaler bot, zelf een stukjes gevonden. En deze occlusie, hoe de tanden op elkaar passen, is heel netjes. Van een jonge, veel jongere individu. En deze tandenboog hebben we gebruikt. Die hebben we eigenlijk min of meer gemonteerd op deze schedel. Zodat we een mooi jong gebit krijgen. Ja, dit krijgt. Dus je hebt er twee Neandertalers gemorfd om eigenlijk in de buurt te komen. Ja, ja. Ik wist ook niet wat voor kapsel ik zou doen. Dus ik heb hem zeker altijd afgesneden. Als ik kort doe, moet ik het wel even doen. Hij is geschoren aan de zijkant. Ja, daar wel een beetje muziek voor nodig hier. Nou, het heel bijzondere is dat je achter de wenkbrauwboog een gat ziet. Uit onderzoek is gebleken dat het restant, het litteken, is van een onderhuidstumor. Voor het eerst vastgesteld in Neandertalers. En deze had dus een bult op zijn hoofd, een goedaardig gezwel. En ik ben heel benieuwd hoe dat in het model naar voren is gekomen.